Nou, we kennen elkaar al heel lang, maar echt als breakkids, ja, een maandje of drie of zo. You guys have so much talent, it's ridiculous. You're doing more than the 20 and 30 year old breakers that I know can do. Ik sta op met breakdance, ik ga naar bed met breakdance. Ik eet breakdance, ik drink breakdance. Ik ben gewoon breakdance. En het leek wel of jullie door de lucht vlogen of dat jullie niets wogen. Het was gewoon geweldig, geweldig, geweldig. Ja, het kan altijd beter. Dus in principe gaan we gewoon weer keihard trainen, zodat we de jury weer kunnen verpletteren. Je kan ook soms je moves gaan verbeteren, dat ze beter lukken en zodat ze nooit misgaan. Er moet toch wel iets ongelooflijks voorbij komen. Willen jullie Holland's Got Talent niet gewoon gaan winnen op jullie sloffen? Wij kennen elkaar van wedstrijden, battles. We vinden het leuk en we willen andere mensen op te gaan trommelen, maar ook te gaan dansen en niet achter de computer te gaan zitten. Zoals ik nu ook idool heb, wil ik een idool worden van zeg maar, de toekomst. Weet je, zoals ik nu kijk naar mensen van wow, dat ik daar straks daar sta en dat mensen naar mij kijken van wow. Ja, dat ze een droom hebben, dat mag duidelijk zijn. Dat ze in de voorronde de harten van het publiek en de jury hebben gestolen, dat is ook duidelijk. En dat ik nu hun koffer mag dragen, ja, dat is natuurlijk voor mij alleen al fantastisch. Om een heel klein beetje onderdeel te zijn van hun act. Ik denk dat ik hem hier maar ga neerzetten. En dan gaan we kijken wat ze gaan doen met een nieuwe act die ze speciaal voor vanavond hebben ingestudeerd. Geef ze een enorm applaus. Hier zijn The Break Kids! Zijn voor jullie hoor, die knuffels. Oh. Hij heeft de grootste. Zo, dat is mooi verdiend. Hier liggen er nog een paar. Ja, laten we eerst even alle knuffels pakken. En dan denk ik dat wel het moment gekomen. We gaan nu al ruilen met de knuffels. Wat doen we? Zijn drie zelf daar. Oh, op die manier. Ja, dat is leuk om te ruilen. Hey, zullen we gaan luisteren wat de jury te zeggen heeft? Graag. Oké, kom met me mee, mannen. Wij gaan
het juryoordeel direct horen. En ik moet daarbij tegelijk vertellen dat jullie nog heel even geduld moeten hebben. Want de lijnen, de telefoonlijnen gaan open. Dus heb je ook even tijd om op adem te komen? Precies. Ja. Ik ga u thuis vertellen, de lijnen zijn nu open. Er kan nu gebeld worden. Nu ge-sms worden. En we gaan even de hele lijst met u doornemen, zodat u ook de juiste acts ook kunt bellen of sms'en waarvan u vindt dat die een plek in die finale verdienen. En nogmaals, er zijn maar 2 acts van de 8 die door mogen en door kunnen. Allereerst, we begonnen de avond met Street for One. Hun nummer is 0909-1301. Of sms van Street naar 3131. Dan het optreden van Elke. 0909-1302 of sms Elke naar 3131. Daarna kleine danskoppeltje, Lera en Erik. Zij hebben nummer 1303 of sms Lera naar 3131. Patricia achter de piano, 1304 of sms Patricia. Dan hebben we Harry Harrewar en zijn hond en zijn eenden. Zijn nummer is 1305 of sms Harry. Dan de volgende, dat is Sanne. Haar nummer is 0909-1306 of sms Sanne naar 3131. Bas en Harald, we zagen ze net nog. 0909-1307 of sms Bas. En als laatste dus de Break Kids, hier naast me nog steeds uitheigend. Hun nummer is 1308 of sms Kids naar 3131. Zo, en er wordt al massaal gebeld, maar we willen toch wel heel graag weten wat de jury te vertellen heeft. Dan, mag ik jou als eerste het woord geven? I've said it before and I will say it again. You guys are amazing. You really are amazing. To me, this is dancing in its purest form. This is just 3 kids feeling it, vibing, just having a good time up there. Not to mention the control, the strength, and the timing that you guys showed in that performance. I mean, I didn't think you could do it, but that performance was better than your audition, which I did not think you could top that audition, and you just did. Great job. Dank je wel, Dan. Dat kunnen ze in de zak steken. Ja, daar word je verlegen van, hè? Patricia? Ja, en ze zijn ook nog eens een keer autodidact. Ze hebben het allemaal zelf geleerd. Dat vind ik geweldig. Jullie zijn geen leraar of wat dan ook, hè? Nee. Nee, we trainen onszelf. Ah, dat is toch geweldig. Wow. Daarbij, terwijl andere kindertjes achter de computerspelletjes zitten, vind ik dit wel natuurlijk even waanzinnig. Dan zijn ze goed bezig. Daar heb ik ontzettend respect voor. Ik heb zo genoten. En die kleine, die vreet je toch op. Die vreet je toch op. Die wil ik adopteren. Wat een beauty. Alle 3 zijn jullie geweldig. Ik heb zo van jullie genoten. Mijn complimenten, echt waar. Waanzinnig. Dankjewel, Patricia. Maar u hoeft niemand te adopteren. Je kan gewoon bellen natuurlijk, net als de andere ex. Als je dat vindt dat zij iets bijzonders verdienen, bijvoorbeeld in de finale, toch? Ja. Ja? Of wil je wel bij Patricia wonen? Bij mij wonen. Zeg maar gewoon ja, man, zegt hij. We gaan naar Gordon. Wat vond jij van hun optreden? Ja, ik vond het fenomenaal. Ik vond het geweldig in optima vorm. Maar wat ik geweldig vind is, bedoel, we hebben natuurlijk al heel veel dance acts gezien. En Dan is natuurlijk de expert. Maar er zaten gewoon nieuwe technieken in. Bijvoorbeeld dat ene rolletje wat die kleine opdonder deed. Met zijn hoofd. Ja, met zijn hoofd en op zijn voeten. Dat heb ik nog nooit ergens gezien. Dat is, kijk, oh ja. Oh, we zien het achter ook. Nou, geweldig. En dan alsof de gewone zaak van de wereld dan ook zo staan, weet je wel. Kan de hele wereld aan. Maar, en ik sprak ze nog heel even achter de coulissen. En ze zijn ook nog heel grappig. Want toen zei ik voor de grap, wat gaan jullie nu doen? Gaan jullie goochelen? En vertel even wat je zei, kleine. Nou, er komt een konijn naar mijn kont. Ja. Fantastisch, 9 jaar. We zijn weer thuis. Ja. Echt, alsof ik mezelf zie. Nou, jongens, één ding. Ik heb jullie waren geloof ik een van de eerste audities. En toen heb ik geroepen, dat moet wel heel gek zijn als jullie Holland's Got Talent niet zouden gaan winnen. Mijn zegen heb je. Nou, Gordon, dankjewel. Fantastisch commentaar, denk ik. We kunnen ze mee doen. Geef ze een heel groot applaus. Break Kids!